Dushka Fontein, een aantal dagen na het WK in New Delhi in India, zilveren medaille behaald. Hoe voelt deze medaille voor jou? Ja, dat ben ik nog steeds eigenlijk niet helemaal uit. Ik denk voorlopig een beetje neutraal. Ja, wij gingen eigenlijk naar India voor één doel en dat was een wereldtitel pakken. En dat is mislukt, dus in die zin kan je er dan niet blij mee zijn. En tegelijkertijd probeer je wel dankbaar te zijn voor in ieder geval die zilveren medaille. Want je kan natuurlijk ook de eerste ronde uitvliegen en met lege handen naar huis gaan. Dus, Voelt het dan dat je dan goud verloren hebt? Jazeker, ja. Hoe is dat gevoel dan? Ja, nou ja, in 2016 had ik ook een WK en daar heb ik ook zilver gepakt. Dus in die zin voelt het een beetje alsof je geen stap vooruit bent gegaan. En anderzijds is elk toernooi is weer anders. Dus nu in ieder geval wel tot de finale is doorgedrongen. Maar de Chinese tegenstander van de finale, die heb ik al vaker ontmoet. En dat was altijd, ik won net of zij won net. En nu zo'n belangrijk moment trok zij aan het langste eind. Het gaat om de Chinese Qian Li. Wat voor partij was het afgelopen zaterdag? Ja, een beetje een lastige partij. Vooral veel nadenken van mijn kant eigenlijk. Omdat we dus al zo vaak elkaar hebben ontmoet, is die tactiek heel belangrijk geworden. Ook wel veel duwen en trekken helaas. Wat een beetje meer vanuit haar idee kwam. Dat is een beetje haar tactiek om mij uit mijn spel te raken, zeg maar. En dat lukte wel aardig. Hoe vond je dat je er zelf mee omging dan? Niet goed genoeg. Dus je kan altijd na zo'n toernooi moet je natuurlijk kijken van waar lag het aan. En dat is moeilijk, want je krijgt niet een brief thuis zwart op wit hoe het moest. Dus het kan zijn dat de tactiek wat anders had gemoeten. Of misschien was de tactiek wel perfect en was mijn uitvoering niet helemaal goed. In ieder geval was er niet... Ik kan wel beter. Want heb je het al teruggekeken, die partij? Of hoe gaat dan zoiets bij een bokser of bokser? Ja, ik denk dat veel mensen wel terugkijken, maar ik kan dat nog even niet aan. Dus ik stel dat nog even uit. Waar zit het dan in? Nou, ja, ik hou er sowieso niet van om beelden van mezelf te kijken. Maar ja, soms moet je wel voor zo'n groot toernooi, juist dan moet je natuurlijk wel om te evalueren. En nu, ik heb 10 seconden gezien of zo, dan denk ik, oké, later. Dat stel ik echt even uit. We hadden het net over goud verloren, maar kan je ergens toch nog wel blij zijn? Want je hebt toch een goed resultaat gehaald, normaal gesproken, in die middenklasse tot 75 kilogram. Ja, maar wat ik al zei, ik ging echt daar naartoe voor die titel. En ik had het gevoel dat dit nu mogelijk was en misschien ook wel je enige kans is. Omdat je nooit weet, ja, over 2 jaar is er weer een WK, maar je weet nooit hoe je er dan aan toe bent. En of je dan gezond bent en fit. En nu zat het er gewoon in. En als je het dan laat liggen, dan is het wel extra zuur. In hoeverre was dit een graadmeter met oog op de Spelen van 2020 in Tokio? Ja, nou ja, dit is wel wat je nu ziet. Niet alleen die Chinese tegenstander, maar ook andere tegenstanders die je daar gezien hebt. Dat is wel natuurlijk een beetje het deelnemersveld. En je ziet wel dat er een hoop zijn die in de buurt komen van die top. Dus dat is wel, dat voelt wel een beetje gevaarlijk. En aan de andere kant is het ook goed natuurlijk dat het damesboksen zich alleen maar evalueert. En dat steeds beter wordt. Dus ik verwacht wel grote concurrentie vanuit Europa, maar ook zeker daarbuiten. Hoe voel je je onder die concurrentie dan blijkbaar toeneemt? Nou, wat ik zei, ik ga nu eigenlijk een maandje eigenlijk niks doen. Ik ga gewoon even vakantie houden. En in januari gaan we weer kijken naar welke toernooien we gaan. En welke toernooien volgend jaar belangrijk zijn. En het is ook wel lekker eigenlijk dat je juist scherp gesteld wordt door tegenstanders. Want je zegt zelf al, het WK is net klaar. Even een maandje even lekker rustig aan doen. Want wat doe je dan eigenlijk in zo'n periode? Ga je op vakantie of hoe moet ik het voor me zien? Ik ga niet echt op vakantie, maar ja, december is natuurlijk een uitgelezen maand voor familiegelegenheden en Sinterklaas en Kerst. En gewoon, ik heb nog wel wat meer zakelijke dingetjes ook staan, maar qua training is het eventjes meer vrije tijdsbesteding en andere zaken. Ben je dan met trainen op een laag pitje bezig, als ik het dan zo mag omschrijven? Nou, nu ben ik 3 dagen terug, dus nu heb ik echt nog even niks gedaan. En het zal de rest van de week wel zo blijven. Maar daarna vind ik het wel leuk om ook wat andere sporten te doen. Je hebt eigenlijk zin om gewoon voor de lol even te sporten. Zoals? Nou, weet ik het, zwemmen of volleyballen. Of ik weet niet of dat ervan komt, maar je hebt gewoon zin om dingen te doen omdat je het leuk vindt. In plaats van dat het heel erg gedreven moet zijn en dat je heel erg bezig moet zijn met verbeterpunten en zo. Het is eigenlijk gewoon een mooie vorm van afleiding dan het zwemmen, het volleybalgedeelte. Ja, zeker. Tot slot nog even over het WK in India. We zagen op jouw social media dat je het had over Expeditie India. Waarom het woordje expeditie? Nee, geen idee. Dat kwam weer op. Maar het is ook eigenlijk een avontuur. Je leeft er natuurlijk heel veel maanden al naartoe. En je bent net toch weer in een exotisch land. Dus
dat is ook wel raar, vind ik. Je bent in Nederland zo erg aan het trainen voor iets. En dan kom je, je wordt eigenlijk als het ware als een Sims poppetje opgepakt en ergens neergezet. En dan moet je zomaar dat gevoel weer oproepen wat je thuis altijd hebt. En dat is zo'n andere omgeving. En dat is zo apart ook wel. Dat je thuis ben je natuurlijk heel erg bezig met gezondheid ook. Hoe laat ga ik slapen? Wat eet ik en zo? En dan word je daar ineens in een hele andere omgeving gezet waar alles anders is. En ja, alleen al naar die hal toe in het verkeer, weet je wel, zo'n drukte en alles, dat is, ja, het is gewoon een chaos. Het is gewoon wel heel apart en het was in die zin ook wel een ervaring, maar je bent altijd blij als je weer thuis bent. In hoeverre heeft zo'n land dan invloed op het boksen? Want ik kan me voorstellen, wat je zelf al zegt, het zijn allemaal nieuwe indrukken, hele aparte dingen die je misschien ook wel ziet op zo'n moment. Ja, zeker. Maar we waren er eigenlijk wel ruim van tevoren al. Dus je hebt inderdaad al een dag of 6 gehad dat ik nog niet hoefde te boksen. En dan train je wel en dan heb je al die gekke dingen al gezien. Dan heb je overal foto's van gemaakt en dan heb je eigenlijk die eerste shock gehad. En ja, als je uiteindelijk naar die venue gaat en die ring is ook gewoon altijd vierkant. En ja, dan is alles weer normaal. Dus die foto's mooi voor het plakboek, maar ja, het gaat ons presteren natuurlijk daar in India. Ja, hoe het verder dan in zo'n land is, dat staat een beetje op de achtergrond natuurlijk. Maar natuurlijk neem je die ervaringen wel mee. Over ervaringen tot slot daarover gesproken. Wat neem je mee voor de rest van je carrière? Wat je nu op dit WK hebt meegepakt? Daarvoor ga ik dus wel die video's goed bestuderen. En ja, natuurlijk heb je wel weer dingen geleerd. En natuurlijk gaan we de lering uitnemen. En voor hetzelfde geld treft die Chinezen in de Olympische finale over 2 jaar. Dan is de kans mooi op revanche. Ja, het is, zit natuurlijk dik in dat we elkaar nog een keer gaan ontmoeten. En daar ben ik ook wel, daar kijk je ook wel weer naar uit aan de andere kant. En het is dan eigenlijk een soort schaakspel inderdaad, qua tactiek van wat heeft zij nu gedaan en hoe reageer ik daar dan weer op. Nu even tijd voor andere dingen. Ja, zeker.